Ik kondig nu aan, oma Christina van den Hemel, wie kent haar niet? Ze is eigenlijk activist, vindt ze zelf, maar dat vinden wij nog veel meer. Ze trekt altijd met ons naar Den Haag om te vechten voor het salaris van haar man. En ze is samen met ons uit de Tweede Kamer gezet, oftewel geduwd. Dat heeft nogal wat opzien en pers gehad. Even helpen allemaal, want het podium is laag, maar toch hoog geworden. Nou, dan komt u maar naast me staan. Dan blijven jullie bij haar staan. Hoe is het met de zon? Gaat het goed? Nou, maar ze een beetje bijzinkt. Daarom nu... Ja, als je iemand een paraplu hierboven kan houden, daar zijn de grootste paraplu's aan de linkerkant. Dat is even heel goed doen. Oma Christina van den Hemel gaat straks haar voordracht doen. Zij was vorig jaar aanwezig toen ze postuum Palmyra Westerling wilde bedanken. Palmyra heeft toen het woord gekregen hier. Daar zijn we nog steeds dankbaar voor. Omdat, om het maar zo te zeggen, onze ouders anders niet meer geleefd zouden hebben. En dan had ik hier de speech niet kunnen houden. Maar oma Christina van den Hemel ook niet. Daarom zijn we hier. En zij, ik heb haar gebeld en heb gezegd, wilt u niet uw woord doen? Dan alleen maar aanwezig zijn en een krans leggen met haar voltallige familie. Want ze is hier met 13 man, kinderen, kleinkinderen, alles wordt doorgegeven. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Oma, ik ga u het woord geven. Bent u daar klaar voor? Ik ga even de microfoon hier neerzetten. Kan iemand kijken of de microfoon hier goed staat? En of ze goed hoorbaar is? Ik wil u vertellen wat ik zelf heb meegemaakt in de Messiaan-tijd. Angst, dat is erger dan de dood. Als je gedood bent, dan ben je in de hemel. Voel je niks meer. Maar als je vernederd raakt, dan heb je je hele leven. Draag je al die last. Daarom is angst groter dan de dood. Ik was al dood geweest in... Ik baalde. Ik was dood neergevallen. Maar ik heb mijn zoon gezegd, als ik dood neerval, mag niemand met mij terugroepen. En ik moest dit nog door kunnen vertellen, want de Heer heeft iemand mij laten wenden. Anders stond ik ook niet hier. Daarom is angst erger dan dood. Elke avond, als je gaat slapen, dan denk je van, wat gebeurt er nou? Maar dan zie je soms schimmen. Vooral, nou, ik kan zoveel vertellen, maar dit wil ik alleen doorgeven. Dat mensen, je kan beter dood zijn dan vermengen. En je hele leven, echt, je hele leven, s'nachts van die gekke dromen krijgen. Dat je weer in die kamp zit. Wij werden opgepakt door zoveel bemoeders. En toen werden we in Soekarame met 1500 man gezet. En daarna, een paar maanden daarna, moesten we vluchten weer met, zoals die Oekraïners vluchten, maar dan links en rechts mensen met houwelen en kapmessen en ik weet niet wat. Naast ons zo lopen, we dachten dat onze laatste, de angst, dat is erger dan de dood. Want een paar maanden later, alweer van de ene hoek naar de andere, moesten wij lopen met mensen weer. Die ons dan met die messen en zo
links en rechts van ons heen. Nou, kwamen we in Slimmerland terug. En daar is een zekere mevrouw Parera met haar kindje die geboren werd, was overleden. Een paar maanden later moest ze weer hetzelfde liedje naar Talun. In Talun werden wij in een kamer gebracht waar overal bloed was. En ik dacht, nou, hier is onze laatste rustplaats. Maar gelukkig waren het maar bloedzuigers. We hadden het moeten schoonmaken en hebben daar kunnen slapen. We waren skippen met z'n 14 in een hele kleine kamer. We hebben net onze voeten bij elkaar hebben zo sliepen. Zo zijn we later naar Tabomago gegaan. En daar waren de mannen in een rechter vleugel gezet en wij in de linker. Maar ik kwam zo goed smokkelen. Ik denk dat onze lieve Heer mij toch tot hier heeft laten komen. Want ik werd nooit betrapt, nooit. Ik had zulke mannen, heb ik dan gesmokkeld. Niemand heeft mij gezien. Terwijl een zekere tjerne van bier, die heeft zo'n klein dingetje gesmokkeld. En ze moest met een stoel op haar hoofd in de zon staan. Daarom denk ik, de Heer heeft mij tot zover dat ik deze dingen moet vertellen. Dat ik dood ben geweest. Dat ik toch weer tot leven kom. Dat is dus vorig jaar. In november was ik dood. Een paar minuutjes dood. Mijn zoon is hier die mij beloofd heeft om niet meer terug te gaan. He? Daarom zeg ik, mensen, wees blij voor de mensen zoals in de Karine. Ze zijn dood, dan hebben ze geluk. Maar als ze leven en hun hele leven zo moeten leven, dat is geen leven. Gelukkig heb ik lieve kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. We hebben al 5 generaties. Dat die allemaal lief zijn, geen één uitgezonderd. Voor mij zijn ze allemaal hetzelfde. Of ze goed zijn of niet goed zijn, ze zijn allemaal voor mij hetzelfde. Ik hou ze van allemaal. Batterij aan mensen vraagt om haar safe en sound op haar plaats terug te krijgen. Ze mag hier voorin op een prettige stoel zitten trouwens. Dat vind ik zelf wel heel prettig. Ja, ik wil toch, dat doen we niet bij herdenkingen, maar wij wel. Graag een applaus voor al haar inzet.